En beste medeburgers, u allen die mij beluistert, wens ik te zeggen hoezeer ik verhoop dat haast iedereen van u het nieuwe jaar heeft ingezet met in hart en geest vrede en vertrouwen. Bij sommigen onder u nochtans zullen deze gevoelens bezwaard zijn geweest door een vage onrust. De regering van de Boeinans de Klerk wil volmachten, want economisch gaat het niet goed. En ook tussen Vlamingen en Walen botert het niet. De strijd rond Leuven-Vlaams ergert VDB. Het is natuurlijk waar dat Vlamingen en Walen in heel wat aspecten van elkaar verschillen. En dan? Gelijken de Bretonnen en de inwoners van Marseille soms zoveel op elkaar? Of de Rijnlanders en de Pruisen, de Sicilianen en de Milanezen? Taaltwisten zijn niet aan de zakelijke VDB besteed. Ze bedreigen de toekomst van het land, een gevaarlijke hypotheek. Zij moet gelicht worden. Anders staan wij geplaatst voor de verplichte verkoop van het huis en tegen weggeefprijzen.